Mensen, daar zijn we weer. Een mooi pakketje hebben. En die gaan we weer openmaken. Op een mooie manier. Mesje erbij. Oh. Ja, zo. Toch handig, hè, Messi? Ja. Zo. Zo. Oh, kut, met één hand. Nietje erop. Zo. Het duurt een beetje lang, maar een beetje lang, sorry. Zo. Jezus, man. Godverdomme. Hij is weer lekker bezig geweest, denk ik. Voetje erop. Maar jongen. Alles inzetten. Wat verdomde kutpakket over te krijgen. Oh, ik mag niet meer zoeken. Dat naar het pakket over te krijgen. Een rat. Nog wat zo. Messi even weg. Zo. Of we 2 minuten allemaal verder moeten inpakken. Ja, wat zul je daar hebben? Een zwart doosje. Leuk. Een zwart doosje. Dat is echt al wat. Wat zou het wezen? Oh, hij is open. 10 keer 6. In totaal 50 gram. Volgens mij Italiaans van... Illudualistiek. Apart een apart merk. Goeie dikke lont. Volgens mij van 5 mm. Of 3. Ja, kan me gereed schelen. Hoeveel het is eigenlijk. Als het maar brandt. Zo, gaan we naar de volgende. Kom. Wat zou dit wezen? Sinabuller Day. Katge 2. 16 jaar geboren. In totaal 6 gram. Volgens mij op heel pakkie. Leuk. Beetje leuke spul. Gewoon grappig. Zo. Doosje weg. Er komt zware werk. Traka 20 meter. Mooi. Hey, dat is die doorverbindt. Hier doe je hem doorverbinden. Aan elkaar doorverbinden. Hier doe je die erop. Zo. Klaar. Gaat als razende keer. Zo'n schietlont wat op Shell zit. Flinnekes. En dan bam bam. Als je dat niet weet hoe dat gaat. Wat zullen we hier hebben? 2 inch zilver wit crackling. Oh, dat is een mooi effect. Zal allemaal wel mooi wezen. Oh nee, ik ga eerst dit doen. Flash 0.8. Van origineel 1,8 inch
Ja, een mooi spul, jongen. Geniet erin, loop loeren met de camera. Nog een Seal & Bullet Day. Anders verraad ik mezelf wat ik allemaal heb. 0,8 fles, nog eentje. Oh, we zullen even kijken hoeveel erin zit. Ik ben niet raad. Zal wel 3 wezen. Ja, is knal aardig hard. Droog test en groeinitraten. Bats, hoe je dat ook noemt. Ja, P1 is het. Oh ja, 2 gram. Maar ja, het gaat best hard hoor. Die raad ik echt aan voor Belgisch. Zenuwnitraten. 20 stuks. Ja, 4 gram. Oh, die gaan een stuk harder volgens mij. Ja, je weet me nooit hè. Ik weet niet of dat flesje of zo is. Of weet ik veel wat. Nog een Cinebulle Day. Van FPI. Scream VS. Mooi knalpatroon. Met fluit volgens mij. Oh, ik trill helemaal. Ja, gaaf. Heb ik hem nooit gehad. Cobra 20 Ultimate. Nou, best dingetje eigenlijk. Ja, dat is allemaal nep. Het is nep. Geen echte Cobra. CE, categorie 4. Ik weet niet hoeveel gram erin zit. Ik schat 100 of 200 gram of 50. Daar hebben we niet één van, daar hebben we 2 van. Lachen. Leuk spul, mooi gehad. Ja hoor, daar hebben ze weer TP2. Nog eentje. Ja. 2 keer Shark 3. Ik weet niet of dit van Supremo is. Ja, Supremo. Volgens mij weer 2015 versie. Ja, 2015. En hij is 2020 gaat hij over de datum. Dus lage spul. 2 keer ervan. Ah, nog een keer zenuwnitraten. FP3 small voor Jorgen. Even kijken of dit CE-keurmerk is. Ja, CE-keurmerk. Maar wel goede stop. De betere. Ik soms niet die met die nog eentje. TP2. Allemaal colos lukt. Extra luid. Gaan fucking hard. GCE-keurmerk. Hoeft niet. Topje 17. Kun je zien, maar ja, broer, jullie geloven het wel. Een hele hoop van. Nog eentje. Nog eentje, nog eentje, nog eentje, nog eentje. Nog een handvol. Nog een handvol. Nog een handvol, hey. En nog eentje. Dat waren ze, denk ik. Jo. Nou, wat zullen we nu krijgen? Een 3 inch red. Doe zilver Peony. Peony.
Hongarije. Oh, lachen. Hey, wat zullen we daar hebben? Classic. We moeten even. Ja, dat is heel goed. Purple wave, bit green. We zullen het wel zien. Mooi show. Nog eentje van. Delay Cracker Willow, ook voor Classic 3 inch. Nog een oude shell. Is geen duwtje meer. 3 inch titanium salute. Witteel. Netjes, echt netjes. Netjes afgewerkt. Ja, we zullen het meegemaken. Nou, hier hebben we 4 inch. Jongens, staat gewoon Nederlands. Nederlands. Dit heb ik nog nooit mee gezien. Ook over de politie. Hey, Broekhoff. Dit is van Broekhoff. Ja, ik weet niet wat voor effect dit is. Het zou wel leuker wezen. Oh, hier is Chinees. 4 inch. Oh, hier. Crackling Willow with Blue Stars. Lachen. Nog eentje van Broekhoff. Gold Willow to Blue. 4 inch. 324 gram. En die andere, hoeveel gram was die? 324. Zo. En nu is die leeg. En nog dit erbij. Zo. En dan hebben we dit helemaal compleet. Ik zou zeggen. Het was een leuke. Maar ook een verrassende. Unboxing. Dan zie ik je misschien tot de volgende keer. Ik zou zeggen, ja, later. Tot de volgende video. Later.